De Centrale Bibliotheek is in een nieuw jasje gestoken. Daarom was de bibliotheek de afgelopen 14 dagen gesloten. Om 1 uur vanmiddag gingen de deuren van de geheel vernieuwde bibliotheek weer open. Een aantal veranderingen springt direct in het oog. Zo hebben de verouderde saaie kleuren plaatsgemaakt voor meer moderne, frisse tinten. Ook is een groot deel van de collectie toegankelijker neergezet. En door de nieuwe uitleenmachines hebben de medewerkers nu meer tijd voor de klant. Het idee is dat de bezoekers zelf hun boeken inleveren en meenemen. Waardoor de medewerkers die dat in eerste instantie dus gedaan hebben aan de balie, meer tijd krijgen om de klant te woord te staan en vragen te beantwoorden. 14 dagen geleden moest het personeel deze werkzaamheden nog doen. Vanaf vandaag nemen de uitleenmachines dit werk over. In de eerste instantie zorgen we natuurlijk voor dat de medewerker uitleg geeft aan de klanten die het moeilijk vinden of die het toch een beetje eng vinden. Maar in principe geeft het scherm duidelijk aan wat je moet doen. Je moet langzaam op het tempo van de computer aanhouden en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Dan is het goed te doen voor alle klanten. Dus ik heb begrepen dat in Vinkhuizen zelfs de oudere klanten het heel prettig vinden werken. Dus, en dat is wel een beetje de doelgroep waarvan wij denken, die hebben wat extra aandacht nodig. Maar zelfs die vinden het goed te snappen. De opening van een nieuwe bibliotheek was vanmiddag echter wat sober. Er moet namelijk nog veel gebeuren. Vooral het meubilair is nog niet allemaal zoals het zou moeten zijn. We hebben nog tijdelijk meubilair op sommige punten staan, omdat daar het nieuwe meubilair nog niet klaar voor is. Dus dat moet nog komen. Vooral de informatiepunten op de verdiepingen, waar toch wat uitgebreider aandacht wordt geschonken aan bepaalde onderwerpen. Een beetje als voorloper op de domeinen in het Groningen Forum. Die zijn nog niet klaar, dus dat is nog niet echt heel spectaculair om nu te openen. Dus daar wachten we mee tot in september.